Eindelijk, hè? Ja, hoor dat, man. We zijn nu zeg maar een soort van backstage. Tenminste, dit is de double. Dave, dit is altijd de inspiratiebron geweest voor mij. Als in, kijk, hier ben ik begonnen met rappen en hier zal ik waarschijnlijk eindigen met rappen en met muziek maken, dat is niet precies. Ja, kijk, weet je, die tracks die zijn nu al, liggen al een tijdje op de plank, die stonden echt klaar, dus die tracks waren al helemaal, ik bedoel, ik heb er ook 2 clips voor geschoten mensen kenden een aantal tracks van de EPL, dus die konden al wat langer meerollen totdat die echt uitkwam en dat was vandaag. Dus nu wil ik echt het plannen om zo snel mogelijk dit uit te brengen, nog wat uit te brengen, nog wat uit te brengen. Weet je, gewoon bezig blijven. En dat, ja, dat motiveert je natuurlijk ook gewoon om steeds nieuwe vernieuwd te blijven komen. Ja, ik wil het proberen te verspreiden, weet je. Het is altijd moeilijk om zoiets te plannen. Ik heb nu die EP uitgebracht. En dan willen we een Flows mixtapeje nog dit jaar nog doen. En dan volgend jaar zo snel mogelijk het Flows album. En dan wil ik daarna weer mijn album. Love is, baby. We're making it big. Putting David is back on the map. Veel plezier met Love in de Bio straks. Shout out to Fata. Shout out to iedereen. En out to jou. En jou. Magazino.nl, baby, check die shit. En download de EP, support the movement, weet je. En we gaan zien waar het ons gaat brengen, man. Kom naar die shows. Ik had die party in de Burger, die het release party al staan. Daar heb ik een aantal tracks die nu ook op de EP staan wel gedaan. En een aantal dus niet. Dus ik heb eigenlijk 2 release parties gehad. Maar nu is het dus officieel dan. Thank you. Have fun. What a note. Thanks. Salute. Magazino.nl.